was dus de gildetroon van het Barbara Gilde. Sint Barbara Gilde. Bij mijn tafel zitten Sjaan, Peter, Theo en Sjaak. En die kunnen alles vertellen van het Sint Barbara Gilde Vlijmen. Hoe lang bestaat al, Sjaak? Sint Barbara Gilde Vlijmen bestaat al hoe lang? 1425, ja. Vanaf 1400. Ja, 1425, ja. We moeten heel snel tellen, hoe lang is het, hè? Meer dan 600 jaar. Hoe is het ontstaan eigenlijk? Weet jullie dat? Dat is eigenlijk ontstaan vroeger met het kerkelijk gebeuren. Ja. En daar deden ze de melaatse en zieke mensen helpen en mee begraven. Okay. En dat heeft dat Gilde vroeger gedaan. Aha. Die waren dus toch speciaal voor opgericht om arme zieke mensen te helpen en te begraven. Ja, zo was het eigenlijk. Ja, dan wouden we een ander, vroeger hadden we van die ziektes en dan wouden we die mensen dat niet doen, hè, als schurft. En, en de Gilde zette zijn eigen altijd in voor die mensen. Toen. Dat is apart. Ja, dat zijn een x-aantal families. Of bij een wijk bij elkaar gekomen en die wouden dat doen. Aha. En daardoor is ons Gilde ontstaan. Ja. Als bloedverwanten, dat vroeger. Een bloedgilde, is het er nog? Nee, niet meer. Sinds kort niet meer. Nee. Sinds kort? Ja, dat heeft ook te maken met het teruglopend aantal leden. Aha. Door het open te stellen voor ook niet-bloedverwanten. Aha. Heb je kans dat je wat meer leden, nieuwe leden bij de club kunt krijgen, bij het gilde kunt krijgen. Ja. Daar zijn de statuten voor aan moeten passen. En, die zijn er aan moeten passen, ja. Goed. En zijn er leden bijgekomen nu? Zijn leden recentelijk nog, vorige week nog een nieuw lid erbij. Goed zo. Ja, heel mooi. Wat drijft die mensen om erbij te komen? Ik denk het schieten, maar ook het gulden gebeuren op zich. Want de nieuwe guldenbroeder die we daarbij hebben gekregen, die was ook zeer enthousiast om alle activiteiten die we, of activiteiten en de verplichtingen die wij doen, dat je er echt gewoon aanlevert bij ons bij het gilden. Hij vond het toch een beetje een cultureel gebeuren om daar ook mee te kunnen maken. Ja. Waar zijn zo al die verplichtingen? En de grote verplichting dat de jeugd er niet bij komt, is de kleding. Hè? Aha. Die willen ze niet meer. Kijk maar naar onze eigen jeugd. Die willen er gewoon niet bij, omdat ze de papa moeten. Ja. Dat vinden ze maar niks. Nee, het is net het mooiste wat er is, vind ik. Ja, leuk. Kun je vertellen waar jij zoal bij hebt? Er ligt hier een hele hoop op tafel. Al wat hier aan zit is allemaal van die koning ooit geworden zijn van de schilder. We hebben ieder jaar een andere koning. Ja. We schieten ieder jaar een nieuwe koning en we schieten op een houteren vogel. Die ligt er. Pakken we dadelijk wel even. En of misschien kun je even inzoomen op de grote vogel. Mag ik zo zeggen? Ik zal hem eens even pakken. En elke keer als er een nieuwe koning is, die doet iets die moet erbij. Ja, die heeft verplichtingen. Die heeft verplichtingen dat hij een schildje schenkt. Ja. Dat moet je zelf betalen. Okay. Maar je hoeft een heel jaar geen contributie te betalen. Okay. Die is vrij van contributie, de koning. Aha. En een koning, als je dat hoort, is toch een heel eer van die vereniging. Ja. Koning heeft ook wat iets te vertellen, te regelen. Het wordt gelijk een bestuurslid. Iemand iets verkeerd doen, een koning die treedt dan op. Okay. Dat jaar is je koning. Ik kom er dadelijk even zo terug. Dat is zo'n vogel. Dat is die vogel. Dus die wordt op de boom gezet. Ja. En dan een 18 meter omhoog, denk ik. Ja. En dan wordt hij helemaal aan wat wij noemen aan fladen geschoten. Ja. En degene die het laatste stukje hout eraf schiet, dan moet er dus helemaal af zijn. Werkelijk helemaal alles. Werkelijk helemaal eraf, mag niks blijven staan. Ja. Die mag zich dat jaar koning noemen. Hoeveel schoten zo ongeveer gemiddeld? Tussen 200 en 300. Met 250 en 300. Ja. En er wordt van tevoren geloot wie wanneer aan de beurt is om te schieten. Om de beurt. Ja. Okay. Ja. En dus alle leden van de vereniging mogen dan schieten. Alle mannen, hè? Alle mannen. Ja, okay. Vrouwen niet.
We hebben nou een eigen competitie. Dan wil ik even terug. Hoe word je dan koningin? Ja, dat is ook de verplichting van de koning, als je koning wordt. Ook al zou het in een vrijgezel zijn, of weet ik wat. Je is verplicht om een koningin mee te brengen. Okay. En normaal is dat zijn eigen vrouw. Aha, aha. Ja, oké. Okay. En die moet dan dus ook mee als koningin. En heeft die koningin ook nog iets te zeggen, Sjaan? Helemaal niks. Oké. Okay. Thuis. Bladvullen. Dus je hoeft nog geen schildje te schenken. Je mag ook niet naar de vergadering. Of, nee, je hoeft alleen maar mooi te wezen als we een debat krijgen. Sjaak, welke is jouw schildje of zit het er nog hier? Nee, dan moet je hier naar deze nog niet. Mijn schildje, die moet ik, wij doen in augustus koning schieten. Ja. En ik heb te zorgen in augustus, als wij koning gaan schieten, dat ik een nieuw schildje. Wat overhandigd, al het schut. En van vorig jaar zit er al. Want het, ons vereniging blijft. Ja. Het schildje blijft bij de vereniging. Dus, hij is niet persoonlijk. Nee. Dit is het zogenaamde gildezilver. Ja. Dit is het gildezilver. Dit is van vorig jaar. En op het gilde maakt degene die koning wordt erop maken. We knoppen als je tumban is. Maar geen attributen. Aha. Iemand die groenteboer is of een groenteboer die kan er een klein kraampje op maken. Dan kun je de schilders aan herkennen. Ja. Dit zijn eigenlijk dezelfde. Nou, en er staat ook de datum op. De koning van 2010-2011. Dat komt er allemaal mooi duidelijk op te staan. De naam van het jaar Sjaak Pijnenborg. Voor de eerste keer na 41 jaar. Ik was zo vereerd, want ik heb er altijd, ik kan behoorlijk goed schieten, maar dat lukte me niet. Mooi man. Dus was ik heel blij mee. Ja, ik moet ook iets vertellen van die haan. Die dat wou ik net vragen, want die haan, ja. We hebben even gehoord, was er wel een fluitje dat hij in zijn... Zal ik hem even aan doen? Theo? Doe maar, ja. Dat kan ik ook wel vertellen, dat maakt niks uit. Er zit geen oorlog. Kijk, op die hand staat de tekst op. En die is ooit verbrand geweest, een gedeelte ervan. Dan hebben ze niet meer. Ik zal het hier voorlezen. Mijn staart, pootjes, het houtje zijn van 1425. Ik, in 1949 verbrand ik. Ik werd vernieuwd in 1950. Je kunt het zien aan de staart die is aangemaakt. Dat was de koning. Er was koning niet meer en er was brand gebruikt, toen moest ook de staart van de vogel gebrand. Wat noemde je dit? Ja, dat symbolen. Dat hangt gewoon al 600 jaar aan, dat is gewoon... Het is allemaal zelf... Dat is gewoon het symbool van de vogel, dat hangt die sterretje en een soort fluitje hangt er dan, ja. Ik wilde net, toen ik vroeg, is dit ook zijn... Koningsschildje, maar dat is iets anders. Ja, dat is een schildje van de bestuursleden. Regent. Okay. Staat erop, denk ik. Ja, Sjaak die is regent binnen het bestuur. Koning. Nee. Moet dat van de koning toevallig gaan? Okay. Dit is van de regent. Okay. Wat voor functies hebben we dan? Dit schildje van 1812. Zo. Dit schild. Wat voor functies hebben we allemaal binnen zo'n gilde? Ja. Hoofdman? Peter is Hoofdman. Waar is Hoofdman? Ja, dat is degene die de troepen aanvoert, laten we het zo maar zeggen. Oké, de baas van het voorzitter is bij ons Hoofdman. Oké. Okay. Ja. Ja. En verder hebben we? Dan hebben we twee regenten, die hebben in ieder een rajon waar de leden wonen, zal ik zeggen. Okay. Dus die berichten over de vergaderingen, bijeenkomsten en dat soort zaken. Ja. Maar nemen dus ook deel aan bestuursvergaderingen. Dan hebben we de deken rentmeester. In een andere stichting is dat de penningmeester. Secretaris zeg maar. En de secretaris die heet bij ons weer de deken schrijver. Okay. Ja. Theo, wat is jouw functie? Ik ben vendelier. Oké. Okay. Ja. Dat staat buiten het bestuur. Dat staat buiten het bestuur. Ja, dat staat niet in het bestuur. Maar ik ben nu toevallig ook regent geworden. Om de twee jaar... Moet regent zijn en dan ben ik tevens zit in het bestuur. Maar ik ben, ja, dus nog ben ik dan regent geworden. Afgelopen met de stagedag of teerdag ben ik twee jaar regent geworden. En maar verder doe ik dan vendelen bij ons in het gilde. Ja. Met mijn zoon, met ons twee doen we vendelen. En dan hebben we nog een keizer.
Dat hebben we. Ja, ja. Voor het eerst. Keer, ja. Voor het eerst in de geschiedenis. In de geschiedenis. Van ons schilderij. Zo. Ja. Ja. John Boon. Aha. En die is 3 keer achter elkaar koning geweest. Nee, dat was, dit was wel een samenloop van omstandigheden. Ja, bij ons is of 3 keer achter elkaar, ja. Of 5 keer in totaal. Okay. Maar toevallig, John werd net toen 3 keer achter elkaar en het was ook tevens de 5e keer. Okay. Dus het was eigenlijk dubbelop. Ja. Dubbelop. Ja. En ik heb begrepen dat een koning 18 augustus is dit jaar. Koningsschieters. Ja, de derde zaterdag in augustus. Augustus. En dan ben jij koning af. Maar een keizer, die blijft keizer voor het leven. Ja. Het kan, theoretisch, dat je 2 keizers krijgt. Het zou kunnen dat je over 2 jaar in dit geval, dat je 2 keizers hebt. Daar gaan we 2 keizers. Dat is al gebeurd. Ja? Ja. 2 keizers die gaan met de 2 schieten. Kampen. En wie dan eraf schiet, okay. Die wordt keizer. Dat is keizer geworden, ja. Dus dan staat er 1 keizer staat er in de wacht. Ja, ja. Reserve. Ja. Dat is zo. Dat was Anton van den Bossen. Ja. En het is bij ons een beetje een nadeel, dat gevaar kan er in zitten omdat we niet zoveel leden hebben. Mm-hmm. En wij doen ieder jaar koning schieten. Uh-huh. Dus dan kan de eerder aan de beurt komen. Ja, ja, bij een grotere vereniging ligt daar iets minder kans. Ja. Ja. En je hebt ook gildes. Die doen om de 2 of 3 jaar koning schieten. Aha. Dan wordt er ook al iets met. Ja. Maar onze traditie is om ieder jaar koning te schieten. Ja. En dan willen we zo toch blijven overlopen. Dan, ja. Dat is alles gedutst, Sjaak. Hij is alles gevallen. Nee, dat hurt zo. Oh, dat hurt zo? Dat hurt zo. Oké. Okay. Ja. Hey, en dan hebben we hier nog van die houten beelden. Wat wil dat voorstellen? Dat is een vendelier. Oh, dat is zomaar. Dat is een beeld. Oké. Okay. Dan hebben we hier de koning, denk ik, en die staf te zien. Dat is de hoofdman. Hofman. Dat is de hoofdman. En een tamboer. Een tamboer. Oké. Dat zijn de enigste of alle geledingen die zo uitgeleerd. In de kerk staat Sint Barbara nog. Ja, ja. Onze patroon Sint Barbara staat een beeldje in de grote kerk hier. Wanneer is de patroonsdag? Van Sint Barbara, of doen jullie er niks apart? Nee, onze patroondag is eigenlijk in december, maar wij hebben altijd de eerste zaterdag in november is onze stagedag dan, of onze feestdag, de Gildendag, of stagedag, ja. 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 Maar dat is niet de patroondag? Dat is niet de patroondag van Sint Barbara. Nee. Is eigenlijk, ik dacht 4 december, begin december is eigenlijk die patroondag. Wij vieren wel altijd Sint Jan uw geboorte. Ja, met hier in de kerk 24 juni dan zit je aan geboorte van de kerk hier en daar doen we ook onze bijdrage aan leveren. We komen allemaal in vol tenue, komen allemaal in dezelfde dragen, de koning in hetzelfde. Want ik ben dan koning, maar mijn functie in de vereniging is eigenlijk zilver dragen. Al jaren ben ik de zilver dragen, dat is mijn functie. Er zijn al die 600 schildjes. En als wij naar buiten treden over de dodenherdenking van Sint Jan en de Bos. Ja. Gaan we allemaal in vol tenue. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Een mooi spul is. Zeker als de zon erop schijnt. Dat hoort bij ons schilder. Ja. Een kleurrijke bijeenkomst. Als we hebben dan 1 keer op een grote gildendag. Ja. Er zijn 40 gilders. We zijn aangestoord bij Langstraat. Op de kring Langstraat. Ja. Er zijn 40 gilders bij. Er zijn 1 keer met een gilde. Een gildendag organiseren. Dus, en daar moeten wij dan ook naartoe. Ja. En dan is het feestelijke. Op het feestterrein dan alle gilders bij elkaar komen. Ja, geen monden. Ja, want jou moeten we naar geen monden. Geen monden. Want jou moeten we naar pastoorgoed uit, hè? Ja. Net iets voor hem ook. En geen monden moet ik ook meeschieten, omdat ik koning ben. Oké. Jullie hebben een eigen schietteam die normaal op zo'n gildedag schieten. Ook schieten? Ja. Maar omdat je naar koning bent, moet je schieten. Moet je bij de koning schieten? Ja. Ik schiet bij de koning, ook al die... Op die een houten blok. En dan komen Mijn zoon, die mag meeschieten. Er zijn ook keizers, meer keizers. Ook voor de keizers mag je ze ook schieten. Op zijn gulden. Ja. En ze mogen ook gewoon onderling schieten. Hè? Onderling mag er ook geschoten worden. Er zijn allerlei wedstrijden zijn er dan. Maar de koningen apart en de keizers dan, dat is apart dan. Is er nog iets waar jullie kwijt willen?
Je zegt van, goh, daar hebben we het nog niet over gehad. Het schieten van onvreemden kan beter theorekers uitleggen hoe wat een vogeltje betekent en hoe het in zijn werk gaat. Ja, wij schieten in de zomerdag iedere zon, of op de 14 uur zondagsmorgens hier op ons schietterrein. Ja. Onderling dan, voor onderlinge wedstrijd. En dan zeg je, ja, een vogel noemen ze, maar dat is gewoon een buisje. En er ligt een ringetje bovenop. Dus een klepje op. Een klepje, dan schieten we dan af. Aha. En dan kunnen we terugtrekken. Zowel opgelegd schieten wij dan. Ja. En ene keer ook met de vrije hand doen we dan schieten. Ja. Dat is onderling dan. Uit de losse plaats. En dan hebben we nog, we zijn aangesloten bij de Langstraatse Schuttersbond. En die organiseren 4 wedstrijden. Nou, dan gaan wij erop naartoe. Dan is dat over 4 wedstrijden plus. Dan kun ik koning worden ook van de Langstraatse Schuttersbond. Ja, dat is een soort competitie. Een competitie van alle gilden zit er aan. Ja. Dat is toch machtig interessant allemaal. Jammer dat er zo weinig jongelui zich aanmelden voor zoiets waar al zo lang bestaat. Ja. Maar misschien dat het filmpje eraan bij kan dragen. Ja, dat wil ik al net zeggen. Als er mensen zijn en die zeggen van, goed, ik wil wat meer informatie over dat Barbara Gilde hebben. Of ze willen lid worden of wat dan ook. Ik zou zeggen, neem contact met een van ons op en wij verzorgen in ieder geval desgewend van informatie over het hele gebeuren. En we zijn zeker blij met elk nieuw lid wat zich aan zou melden. En hoe jonger, hoe liever. En dan stemmen en wij doen nog stemmen, heel ouderwets. Ja. Met erwten en bonen. Ja, vertel eens, hoe werd dat dan? Nou, een boon is voor, dus er wordt gestemd en dan een boon is voor en een ert is tegen. Okay. Dus iedereen krijgt een boon en een ert toebedeeld. Aha. Nou, dan gaan ze rond, de eerste ronde is dan voor de stem dan, voor het lid. Ja. Nou, niet dan, dan gaat het over hoe bonen dat er in de hoed of in de beker komen. En dan wordt de bonen geteld. Ja. Nou, en zo is het afgelopen vorige week gegaan met onze nieuwe lid dat erbij gekomen is. Dat is met erten en bonen gestemd, ja. Ik hoop dat jullie nog heel veel met die erten en bonen mag stemmen. Ja, dat hopen wij. Ja, als kunnen zijn ook. Ja. Bedankt dat ik hier moest zijn. Ik wou nog heel even zeggen. Jij bent dat baas, hier in Vlijmen hebben 3 gildes. Zo wij naar buiten treden. Ja. Dat is ook onze lieve vrouwen Schuts in Vlijmen, die Katharina Schuts. Ja. En de Barberschuts. En wij zijn ook een beetje bezig om een beetje meer nauw samen te werken. Dat we toch proberen promoten. Samen promoten, samen sterk altijd sterk. Hey mensen, bedankt. En succes. Ja, dankjewel. Dankjewel.